In het bonnetje, alsjeblieft. Ik was bij mijn neefje in het ziekenhuis. Ach, goshie. Ah, het gaat de goede kant op, langzaamaan. De behandelingen beginnen aan te slaan. Oh, gelukkig. Wat een goed nieuws. Ah, niet te vroeg juichen, maar het gaat wel wat beter. En wat een fijn ziekenhuis. Je mag altijd blijven slapen. Dus mijn oom of tante is altijd bij hem. Oh, wat fijn zeg. Ja, maar ik wilde wat voor hem kopen, daar beneden in het winkeltje. Allemaal van die blije kaarten. Nist jonge poesjes en zo, jonge lammetjes. Ah, lief toch? Ja, of een grote oranje ballon, zeehondjes, zonsondergangen, dat werk. Vrolijk, toch? Nou, Sam, ik kon er opeens helemaal niet tegen, al die blijheid. Oh. Ik dacht, het is één grote leugen, want de wereld is niet vrolijk. Mm. Zeker hier niet en zeker niet voor mijn neefje. Nee, ik snap het. Ik ga toch niet met zo'n grote oranje ballon naar zijn bedje? Ja, maar ja, wat wil je dan? Allemaal kaarten van ellende? Met oorlog en honger? Ja, nee, dat ook weer niet natuurlijk, maar ja, doen alsof alles vrolijk is, dat is ook een beetje liegen. Ja, maar weet je, Sharon, die lammetjes maken je blij en dat geeft hoop. En hoop schijnt echt te werken. Dat is waar, Sam. Hoop is soms het enige dat je hebt. Waar gaat het over? Ja, over het ziekenhuis, meneer Liesman. Oh, bah, ik haat ziekenhuizen. Doodeng. He, die geur, die sfeer, dat wachten, die gangen. He, 2 weken geleden moest meneer Liesman, het gaat even niet over u, maar over haar neefje. En hij ligt in een heel fijn, goed, lief ziekenhuis. En u mag maar blij zijn dat we in Nederland wonen met zulke goede voorzieningen. Wees blij dat u gezond bent, in plaats van zo te klagen. Mogen wij weer door, meneer Liesman? Fijn, dank u wel. 13,50. Nou ja. Oh, wat erg. Arme Liesman. Oh, wat erg. Tik hem aan. Dukkie. Kwak, 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 kwak. Goedemorgen.